Hallo YouTube, ik ben Bram en ik ben hier met Tobias en wij zijn van Tobrameek en wij spelen hier Survival Underground met een nieuwe aflevering. 7 of 8, wat is het? Of 10? Dit is 9. Oh. En ik was hier in de Nether en toen tepelde hij hem snel weg van dat Nether Castle. Bram, nog niet gaan, ik kom er ook aan. Gaan we samen onderzoeken. Oké. Okay. Ik loop er alvast naar de voorkant. Nee, doe je niet. Ja, dan tip ik dadelijk wel gewoon naar je. Wat hoorde ik vallen? Ik hoorde iets creeper vallen. We kunnen niet naar elkaar tp als een different dimension. Ja, maar ik ga dadelijk naar een tp naar jou. Ja, maar ik ga terug want ik wil een pickaxe. Ik neem een pickaxe mee. Ik had een boot meegenomen in plaats van een pickaxe. Ik neem wel een pickaxe mee. Ik wil die diamond. Welke? Nee, die ga je niet mee de Nether innemen. Wat? Die ga je niet mee de Nether innemen, Bram. Oh, creeper en een spin. Ik heb hem geperfectioneerd. Nee, ik zie het. Wat? Geef eens wat dingen. Wat dingen? Wacht, ik ga even dood. Alleen heb ik die open haard Bram veilig gemaakt. Niemand kan er nu in, dus hoe moet ik doodgaan? Dood, zo. Dank je. Dat was één keer slaan. Nu ik. Nee, ik kan even. Stil, pickaxe. Waar zie je iron? In onze dure spullenkist. Waar is die? Die staat hier. Bram weinig. Dus jij hebt nu alle iron. Oh, we hebben best veel spullen. Nee, alleen uitpakken wat je nodig hebt en dan weer terug doen. Ik weet dat het moeilijk voor je is, Bram. Heb je alles uit de oven gehaald of zo? Maar serieus, heb je alles uit die oven gehaald om zitten vissen? Meestal had ik wel. En dit is echt een aanrader voor een map trouwens. Ik vind hem echt heel leuk om te spelen. Want je hebt aan de melon gegroeid. Ja. Nee, maar hij is echt heel leuk om te spelen toch, Tobias? Ja, zeker. Dit vind ik wel de beste map die ik ooit heb gezien. Nou, Skycrit is ook leuk. Alleen daar heb je heel snel heel veel makkelijk spullen. Nou, het is niet heel makkelijk. Maar Skycrit is wel ietsje makkelijker, denk ik. Deze moet lukken. Even, waar moet je suikerriet in de kist doen? Doe maar gewoon in de kist. Oké, okay, we gaan zo meteen even ordenen, goed? Volgende aflevering ergens een keer ooit. Ooit, misschien een keertje. Nee, wel. Kom, we gaan naar beneden. Nog niet. Er zijn hier nog genoeg dingen die gedaan worden die ondertussen... Ik ga even een paar varkens paren. Wat? Even een paar dieren eten geven. Ik probeer vark... Weg, koe. Ik kan hier even graven. Oké, we hebben nieuwe varken erbij. Hier wordt dadelijk onze andere... We hebben twee nieuwe varkens erbij. Ik heb dadelijk daar onze... Wat hadden we ook nog meer nodig? Wat voor soort farm hadden we nog meer nodig? Maar daar kunnen we onze opslagruimte maken. We moeten ook een pumpkin farm. Ja, die maak ik daarin. Maar daar gaan we dan nog of een grotere wheat farm... Of we maken daar... Ik heb al die dieren eten proberen te geven. Dus ik denk dat ik nu wil. Dus mag ik zo meteen even een paar varkens doden? Ja, agressieveling. Als er 6 zijn, moeten we minstens 4 varkens houden, goed? Oké. Okay. Die melons zijn gegroeid, yes! Ze zijn van alles gegroeid. Weet je, ga jij maar naar... Nee, nog niet. Laten we... Nog even nee, wachten ik ga wel even onderzoeken. Even ingangetje maken. Dus. Laten we nog even wachten met naar de castle gaan. Nee man, dan kunnen we giftdrankjes maken. Oké, okay, laten we de. Ik heb wel een ding room. Maar ik denk wat leuk is om te zien voor YouTube. Als wij in de Nether Castle zijn. En daarom gaan we er nu weet in. Weet je, ik ga gewoon alles in de kist doen. Ik doe dit later wel. Wat zou je doen dan? Nou, dat is allemaal genoeg te doen en zo. Auw, ik ben naar beneden gevallen. Als je even loopt, ik kom dadelijk wel. Ja, laat mij naar beneden vallen. Ik ga even mijn houten pickaxe opmaken. Ik kan ook weggooien en fixen. Lachte jij nou? Nee. Ik word alleen een pigman bij jou. Moet ik champignons... Ja, champignons hangen. Kan ik champignons pakken? Kan ik champignons opmaken? Laten we een giant champignonsoep plek maken. Dat is niet zo moeilijk, nee. Wel, je moet een plek waar het kan groeien en het moet donker zijn.
Ja, maar we zitten onder. Weet je, die maak ik wel. Ik maak wel gewoon zo'n plek. Heb je alle... Ben je al bij het kast? Wacht maar, Cube. Hij spawnt in de vuur. Dropt niks. De computer is een beetje traag, omdat hij hele nether aan het maken is. Nee. Moeten we de nether gaan maken? We moeten nether kruid. Moet dat weghakken als ik het vind? Laat mij het weghakken. Zit je erin? Nee. Ik ben even champignons aan het hakken. Heb je zwaard bij je, een pickaxe? Ik heb een pickaxe bij me, een flint en steel. Waarom flint en steel? Licht. Ja, man, het is hier donker. Dat zijn, ja, sommige plekken wel. Dit zijn flint en steel, de torch van de nether. Waar is het kasteel? Een café heen zoeken. Daar, ik zie het al. Kijk uit, deel het vuur hier. Maar mijn weggetjes zijn nogal vurig. Ik zag een blaze spanner. Echt? Oké. We moeten wel de weg terugvinden, hè? Ik ga dadelijk een netherward farm beginnen. Oké, laten we hier naar boven gaan. Zullen we hier ook van huis spullen gaan maken? Huh? Zullen we deze ook gebruiken als spullen, weet je wel? Ja, laten we gewoon een kamer hiervan maken. Laten we potion kamer hiervan maken, van dit spul. Laten we de potion kamer... Ik vallen af. Oké. De potion kamer, zullen we die van dit spul maken? Bram? Ja? Oké, kom. Hier is het veilig. Nou, deze is zo lelijk. Magma Cube. Waar? Oh, die is heel groot. Die zijn best wel sterk. Ik hoor een blaze spanner. Die dingen zijn best wel sterk zo groot. Hij brandt niet. Nee, goh, hij spant in de lava, gek. Het vuur even uitmaken dan. Oh, nou zijn ze gevaarlijkst. Nu niet meer, die kleine doen niks. Heb je een magma cream? Ik heb er geen. Jij? Nee. Heb je geen magma cremes? Nee. Ik ook niet. Oké, ik hoorde hier een spanner. Nou, zet ik mag blaze, 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 blaze. Waar? Hier, heel veel blaze, heel veel blaze, heel veel blaze. Waarom geluid zachter? Nog een... Wat dacht je van je geluid zachter? Ja, nog een spanner. Wat voor spanner? Ja, volgens mij heb ik dingen gevonden. Wat? Ik heb het midden gevonden van een blaze castle, van een nether castle. Ik heb hier nog een slime. Nou heb ik zo'n balkon gevonden, maar je ziet alleen maar... Zijn je veilig? Ja. TB me heel snel. Laat maar, ik zie je. Laat maar, ik sta niet veilig. Godver, geef dat ding geen blaze rot. Ik ben niet echt voorbereid hierop. Ik heb de spanner, denk ik. Heb je een blaze rot? Volgens mij de spanner van de blaze rot. Ja, heb je een blaze rot? Nee, ik kan ze niet doden. Alles wat ik bij me heb is een pickaxe. Ik denk niet dat ik daar heel veel mee ga doden. Ik heb net een woord. Ja? Laat me tp'en. Oké, ik ga het wel hakken. Oké. Als jij mij veilig houdt, dan haal ik dit weg. Nou, we kunnen weer gaan. Oh nee, we hebben blaze dingen nodig, hè? Blaze pots. Kijken waar het op uitkomt. Meestal is dat nooit zo. Netherward heb je toch nodig voor potions? Voor bijna elke. Alleen. Oké, Bram, als jij gaat terugrennen naar de plek waar we waren. Ja. Als je dat even doet. Ik heb wel van dit spul van waar de muren van gemaakt zijn, ga ik hakken. En dan kunnen we er wat van bouwen. Weet jij hoe je deze moet farmen? Ja, ik weet hoe je dit moet farmen, maar. Als jij dan even naar de beginplek. Ik maak even wat mushroom balls.
Mushroom soep? Ja. Geef mij ook. Ik moet eerst maken. Ik heb ook nodig, heel erg. Ik heb een uitgang gevonden. Ik zie glowstone. Ik heb voor de glowstone. Dat is niet zo belangrijk. Ik heb 7 mushroom balls. Ja, ik heb er 2 of 3 nodig. Hier, je krijgt er 2. Nee, 3. Waar ben je? Even glowstone hakken. Geef mij die netherwart. Nee. Ja, ik ben veiliger. Ik ren er gewoon in 1 keer heen zo meteen. Ja, hou je niet. Ren maar gewoon. Ik ga dadelijk. Ik ga mezelf in. Gewoon rennen? Gewoon zorgen dat je bij het portal komt. En bij de portal zie je als het goed is een klein kamertje zitten. Gemaakt van. Ik weet wat voor spul. Gemaakt van cobblestone. Een klein kamertje, daar moet je in gaan zitten. Daar ben je veilig. Dan gaan we daar onze netherwart plantage. Oké, nu ga ik een sprintje trekken. Illegale netherwart plantage. Minecraft lijkt als ze neten. Nu komt het gevaarlijke stuk. Blazers. Oh, geen enkele blaze. Het was eigenlijk helemaal niet zo spectaculair hier. Maar wat hebben we eigenlijk aan drankjes? We zitten niet in een server of zo waar we iedereen kunnen killen met die dingen. Nou, en we kunnen monsters mee doden. Bovendien, als jij drankjes kunt maken, kan ik een XP farm maken. Zo. Wat heb je daarvoor nodig? Drankjes? Ja, drankjes van instant damage. Dan kan ik een XP farm maken en dan kunnen we met de XP farm en die drankjes kunnen we zoveel levels up als we willen. Hoe lang duurt dat? Het duurt niet zo lang om te maken, dan maak je wel van de spannen. En ja, het duurt niet zo heel lang, denk ik. En kunnen we heel veel levels omhoog. Dat is super handig. Wat is veel? Gewoon genoeg. 5 of 10? Genoeg. Ik weet de weg niet meer. Nee. Wat? Serieus. Ik weet wel dat ik heel dicht in de buurt zit. Nou, daar ga ik naar boven. Nee, dat is de verkeerde kant. Ik loop nu in spiegelbeeld. Volgens mij moet ik daarheen. Ik heb wel muren hakken. We hebben nog geen blazegrond. Ik denk dat als ik zo'n gat zie, want ik ben de muur aan het hakken, dat er echt een gat zit en dat ik dood ga vallen. Maar dit is gewoon een fence. Nee, dus daar zat. Oh, volgens mij moet je ook niet echt pikken soms aanlopen. Heb je een ruzie? Nee. Ik kan het niet vinden. Oké, ga veilig staan. Ik tp naar je. Nee, ik zet hem even voor. Ga veilig staan. Nee, wacht. Ik sta altijd veilig, man. Nou. Ah, kijk, als je op far zet, zie je echt 10 keer meer. Dan loopt die vast bij mij. Dus zometeen zie je mij een paar keer left joint. Ik speel ook niet op far. Wat? Ik speel ook op far. Dan kan ik het beter doen. Ja, tp maar. Ja, zij veilig? Ja, ik zie het. Oké, rennen. Ik ga in het huisje staan daar. Ja man, rennen. Weet je hoe lang dat duurt? Lopen gaat nog sneller. Waarom gaat lopen sneller dan rennen? Lek. Dan beweeg je met je muis en dan ben je weer terug. Zoals nu, dan ga ik hier naar beneden vallen. Oh nee, nee, nu wil ik wel. Kijk. Zo traag? Moet ik weer draaien. Hey, ik heb geen 2 terabyte geheugen. Dat maakt ook helemaal niks uit. Nou man, ik heb hem maar. Als je kijkt hoeveel die filmpjes, als we een filmpje van een kwartier maken, zitten we zo 50 gig of zo. Nee, als je die past. Maar hoe lang zit je? Hoeveel minuten? Bijna 14. Oh, nou, maar als je kijkt hoeveel filmpjes, een speedart. Onze laatste speedart, die heb je misschien gezien, Finisar.
Nee, maar die is nog niet geüpload. Ja, tegen de tijd dat dit er online staat, is dat al lang geüpload. Die upload ik morgen. Maar als je ziet hoeveel dat was 360 gigabyte of zo aan geheugen. Je moet ook nog die Blastoise doen. Blastoise, die heb ik. Nee, die hadden we niet gefilmd. Nee, daarom moet je nog eentje maken. Oké, maar kom naar Minecraft. Minecraft. Een server IP intikken. I'm back. Daar zit ik al weer op. Maar, de tijd zit erop. Wat is gevoeligheid? Wat? Wat is gevoeligheid? Hoe als je met je muis 10 centimeter beweegt bijvoorbeeld, hoe ver dan die in het spel beweegt. Ja, ik heb gewoon normaal staan, toch in het midden? Ik heb 114, volgens mij. Vind ik fijn. Waarom 100?